lang geleden was er een klein stadje genaamd Cambridge. Het was een vredig, rustig en fijn stadje, maar ergens diep in het donkere bos. In een krakelig hutje waren een stelletje struikrovers kwade plannen aan het bedenken om het rustige stadje te overvallen. Ik luister hoe onzaad het was. Ja, en wat dacht je van die kooplui en die leemannen? Helemaal gelijk, ze kunnen beter allemaal dood. Kunnen ze onthoofden? Of beter ophangen? Nee Sam, dat moet langzaam en pijnlijk zijn. Ja, en nu is het klaar met al die onzin. Er blijkt een nieuw koningskind geworden te zijn en men zegt dat zij ons gaat verslaan. Wat is hier zo grappig aan, Samuel? We moeten voorzichtig gaan doen. Mila snelt naar buiten om te kijken wat ze hoort. Mila komt hijgend weer naar binnen. Het was de koning. We moeten oppassen. Nou, waar wachten jullie op? Breng het lichaam naar binnen. Ja, Mila. Een paar jaar later, nadat het lijk gevonden is van de koning, is de begrafenis. Lieve papa, ik ga u heel erg missen. U was een geweldige vader. En ik heb veel van u geleerd. De vreselijke persoon die u vermoord heeft, gaat zeker boeten. We zullen er alles aan doen om die persoon te pakken te krijgen. Ik en mijn broertjes zullen goed voor uw volk zorgen. Dat beloven we. Kom maar mee, schat. Je vader heeft thuis iets voor je nagelaten. En zo gaan prinses Charlotte en haar oma naar het huis om de erfenis te gaan bekijken. Dit heeft je vader je nagelaten, schat. Het is een oud boek. Oh, wauw. Oma, het is echt prachtig. Maar wacht, dit is het. Ik ga dit boek snel uitlezen. En daarna alleen maar trainen en nog eens trainen. En dan ben ik zover om die schurken te pakken. Zo gezegd, zo gedaan. Charlotte trainde iedere dag, 5 jaar lang. Ze sliep haast niet. Maar na 5 jaar is ze een natuurtalent en was ze supergoed. Vandaag is de wekelijkse speurtocht naar de rovers en dit keer ga ik mee. Nee, niks daarvan. Jij gaat nergens heen. Ik ga wel, oma. Hoe dan ook. Oké, kindje. Maar doe voorzichtig en wees voor het donker thuis en blijf bij de groep. Zal ik doen, oma. Doei. En zo ging Charlotte samen met de koningsjager op pad. Jongens, we moeten volgens mij deze kant op. Oh, nee joh. Daar zijn we gisteren al geweest. Charlotte wist wel beter. Ze had een stukje stof aan een takje zien hangen. Ze twijfelde even, maar daarna ging ze toch de andere kant op en verliet de groep. Hoor, het was gebeurd. Charlotte stapte en werd omhoog geslingerd door een touw en daar hing ze, boven in een boom, in hun net. Maar wel, ze zit als een rat in de piaal. Ik zei toch dat we haar zouden vangen? Het is val. Maar nu genoeg, Jonathan. Je krijgt je tientje nog wel. We hebben de eindelijk. Wat is er hier aan de hand? Hé, we hebben haar gevangen, Mila. Nou zeg, dat is me ook eens wat. Jullie kunnen eindelijk iets goed doen. Jij, Samuel. Jij houdt hier de eerste wacht. In de nacht. Dan gaan wij proosten, mannen. Ja. Hé, wat deed je daar in het bos? Ik ging appels plukken voor een appeltaart. Huh? Ja, als je me vrijlaat, gaan we morgen samen opeten. Oké, deal. Waar? Bij het Cambridge meer. Onder de treurwilg. Deal. Tot morgen dan. Tot morgen. Hey, als ik nu naar... Het is best wel lekker weertje buiten. We hebben het goede moment uitgekozen. Ja, en kijk, een hele lekkere appeltaart. Nou, kom, dan gaan we maar beginnen. En, oh, wat ruikt die lekker. Bedankt, heb ik hard voor moeten werken. Nou, dan zal die ook wel lekker zijn. Hier zo. Wow, die smaakt goed. Je bent de beste taartenbakker die ik ken. Nou, bedankt. Dit gaat een hele lange avond worden. Wat? Niks hoor. Ik keek naar de lucht en dacht, wauw. Oké, maar nu even over vanmiddag en wat er vanmiddag gebeurde. Oh, oké. Ik ging geen appels halen. Wat? Hoe kom je daarbij? Gekkie. Nou, ik zag dat je dat mes had. Die was niet om appels mee af te snijden, want appels pluk je. En ik volgde je naar huis en zag dat je appels van je oma kreeg. Wat? Dat is niet waar.
Maar waarom ben je me gevolgd naar huis? Omdat jij zeer slecht in liegen bent. Ik had het al meteen door. Dankjewel. Maar waarom deed je er toen niks aan? Omdat ik ook al klaar ben met die bende. Oh, interessant. Ik luister. ik word altijd gezien als de zwakkeling doordat ik zo makkelijk over te halen ben. Ik ben ook niet zo sterk en wat klein. En nu ze de koning hebben vermoord, ben ik er wel een beetje klaar mee. Zo van, alleen als de koning doodgaat is het erg. Het is dan wel mijn vader, maar er gaan zoveel mensen dood. Huh, wat? Ben jij een prinses? Ja. Wist je dat niet? Nee. Oh, maar word je dan niet gecontroleerd de hele tijd door allemaal wachters en zo? Nee, ik mag eigenlijk doen wat ik zelf wil. Ik hou er niet van om gecontroleerd te worden. Dus je hebt een soort van afstand gemaakt van de koninklijke familie of zo? Ja, mijn broertje die wou heel graag koning zijn. Dus ik heb het aan hem overgelaten. Dus hij zei, wat? Waarom doe je dat? Het is toch hartstikke leuk om koning te zijn? Te veel verplichtingen en dingen die je moet doen. Hou ik niet zo van. Ik vind het leuk om spanning op te zoeken. Maar vind je dat dan niet een beetje te spannend? Een hele bende proberen uit te... Wat is eigenlijk waarom je dat doet? Waar slaat dat op? Ze moorden het hele dorp uit. Heel veel mensen gaan dood. En dat is niet goed. Nou, wat ik nu heb gehoord is dat ze ook de hele koninklijke familie wacht. Daar hoor jij ook bij. Ja. Ze proberen de hele koninklijke familie willen ze nu gaan vermoorden. Omdat die zoveel geld hebben en... Wil je me helpen met ze te verslaan? Je wilt toch niet meer bij hun bende worden? Daar moet dan wel wat tegenover staan. Wat wil je hebben? Nou, geld. En zo. En... ik heb wel een ideetje. Is goed. Ik doe er alles voor om mijn volk te helpen. Okay. Maar hebben we dan geen plan nodig? Wacht, ik heb een idee. Over een week kom ik terug en heb ik een plan helemaal uitgewerkt. Is goed. Tot over een week. Doei. Hier staat op dezelfde plek weer? Ja, is goed. Een week later. Heb je het plan af? Zeker. Het is ook echt heel goed. Oké, laat het me zien. Oh, zo goed. Ja, dat is het dan wel een beetje. Hopelijk, het moet wel allemaal goed uitpakken. Tuurlijk, wij kunnen dit. Weet je zeker dat ze binnen zijn? Ja, daar is het tijdstip. Heet wel altijd achter in de hut. Oké, pak je zwaard. Ja, ga nou maar in die verdomde val. Oké, rustig. Ik ga al. Charlotte gaat weer in haar val. De twee bewakers komen snel naar buiten rennen. Sam springt achter de boom vandaan en snijdt hun kelen door. Oké, maak me nu snel los. Sorry, gaat het? Ja, is niet erg. Kom op, trek hun kleren aan. Het plan van Samuel en Charlotte loopt gesmeerd. Ze trekken snel de kleding aan en gaan naar het hutje. Hey, wat je zei over dat je moet doen alsof je een taak hebt, dat is best handig. Dat kunnen we nu het best gaan doen. Die emmers. Pak een emmer, ja. Ja, pak zo'n emmer. Er zit water in. Hiermee alsof je schoonmaakt. Dan kunnen we om het kamp heen lopen en dan kunnen we zo de hut binnen gaan. Want hij is gelukkig best groot, dus we kunnen onze gezichten niet zien. Oké, muts op. Oké. 3, 2, 1, nu! De hut is alles in beweging. Het bloed vliegt door de kamer en dat soort dingen. Maar wat niemand merkt, is dat Jonathan en Mila stiekem ontsnappen door het raam. Doen wij nu? Helaas zijn we een goede recruit kwijt, maar nu hij zo'n domme keuze heeft gemaakt, zullen we hem moeten doden. Ik laat de eer dan wel aan jou over. Oh, wat schattig. Hij durft zijn vriendje niet eens te doden. Nee, dat is het niet. Jawel, je liegt. Nou, weet je, anders dan lijk ik zo'n bruut en ik weet niet of jij ervan houdt. Oh, gaan we nu hard to get spelen? Nee, hoe kon je daar nou bij? Gewoon een gokje. Nou, dan wil jij vast veel in het casino. Nou, kom op, Casanova, die prinses zoeken. 6 maanden zijn Samuel en Charlotte teruggegaan naar het hutje. Voor de laatste blik op hun oude leven. Want ze zijn nu helemaal verliefd en wonen samen in een kasteel. Hey, waar zijn Milan en Jonathan? Hé, ze liggen er niet. Ze zijn ontsnapt!